Hey, hallo, leuk dat je er weer bij bent. Bij deze tweede aflevering van Planet Zoo. We gaan een nieuw hok maken tegenover het hok wat we vorige keer hebben gemaakt, zoals je hier voor me ziet. Ik zie je gewoon straks na de intro. En kijk eens aan, daar zijn we weer. Tweede aflevering alweer. Ik heb even een klein vraagje aan jullie. Ik weet niet of jullie allemaal de eerste aflevering hebben gezien, maar vonden jullie het een leuke aflevering? Moet ik zo door blijven gaan? Gewoon een beetje bouwen? Een beetje praten erbij? Ik ga natuurlijk nu, ik heb vorige keer ook al gezegd, het is gewoon een beetje het begin van het nieuwe park natuurlijk. Dus we willen gewoon geld verdienen. En dan gaan we straks ook gewoon weer op play zetten, want dan kunnen mensen gewoon weer dingen uitgeven. En ja, kijk, straks gaan we het natuurlijk mooier maken. Hè? Dit gaat straks allemaal weer weg. Maar dan gaan we dan de dieren verhuizen naar andere plekken. En dan gaan we natuurlijk een mooie ingang maken. En dan ga ik alles ook zelf maken. Eigen gebouwtjes en zo. Nu is het echt gewoon puur. Even neerzetten wat we hebben. Om geld binnen te krijgen. En dan straks als we wat geld krijgen. Of als we in ieder geval zien. Want kijk nu hier onderin. Zoals ik laat zien. Is dat pijltje naar beneden. Dus dat betekent dat ik alleen maar aan het uitgeven ben. Maar zolang dat pijltje straks omhoog gaat. En ik alleen maar aan het verdienen ben. Dan gaan we natuurlijk leukere dingen doen. Maar ja, je moet altijd een beginnetje hebben en daar zijn we nu mee bezig. Ik zal hem op play drukken en dan ga ik jullie vertellen wat ik van plan ben in deze aflevering. Hoppa. Ik heb dus al in de tussentijd twee dieren gekocht die ik in het park wil zetten. Ik laat even zien, ik heb al heel veel andere dieren ook hoor, maar nou, twee zitten, kijk, bij serie. Dat zijn aardvarkens en die ga ik hier tegenover zetten. Het zijn ook geen hele moeilijke dieren, dus dat is prima. Je moet echt dieren hebben die gewoon niet moeilijk zijn in het begin. Net zoals bijvoorbeeld die Nelveranen. Die hebben helemaal geen niks nodig. Geen beschutting nodig. Geen planten, niks. Die hebben gewoon dit. Dat is eigenlijk alles wat ze nodig hebben. Dat is gewoon prima, weet je wel. En daarmee bespaar je kosten. Maar we gaan even kijken. Aardvarkens. Dan gaan we even naar Zoopedia. Die zijn helemaal bovenin natuurlijk. Bij de A. Hop, hop. Let op. Klasse 2 hebben ze nodig. En wederom weer een halve meter. Dus eigenlijk zoals we hier achter hebben, kunnen we identiek hok kunnen we eigenlijk aan de overkant maken. Dus dat gaan we ook doen. Dan pakken we even de omheining. Klasse 2. Nou, deze klasse 3 zelfs. Dus pakken deze gewoon weer. En dan doen we eventjes eentje plaatsen. Mooi. Mooi. Dan gaan we 1, 2, 3 deze kant op. Kijken of die wel recht is. 4. 1, 2, 3. Helemaal top. Klikken we dit weg. Doen we deze even aanklikken. Bewerken. Doen we deze. En dan doen we er gelijk helemaal naar beneden. Zo. Dan pakken we een deurtje natuurlijk weer. En die zetten we. Die doen we straks pas. Laten we eens even een pad omheen maken. Want ik ken het anders wel. Kijk, een pad zo. Doe het gewoon weer een beetje op dezelfde manier. Eentje terug. En dan doe ik deze misschien. Of een tikje korter misschien. Even kijken. Kan je natuurlijk wel betere bochten maken zo. Mooi. En ja, het is niet mooi. Ik snap het ook. Kijk, het is wel even leuk door in het begin, zoals je zo binnenkomt. Even niet hokken. Zeker weten. Nou, dan gaan we naar de omheining weer. En dan doen we even dat deurtje plaatsen. Wat we net eigenlijk van plan waren. En die doen we wederom aan de achterzijde. Kijk, nu we toch bezig zijn, pakken we gelijk eventjes die donatieboxen erbij. Als ik ze kan vinden. Ja, hier. En dan doen we hier weer eentje. Doen we hier weer eentje. Deze wordt het pad, dan staat hij in het hok. En deze ook hier. Hoppa. Zo belangrijk, hè. Vergeet die dingen niet. Hè. Dus nooit zet je ze ook gewoon hier. In het begin ergens of zo, weet je wel. Wat ik trouwens ook even ga neerzetten nu. Is gewoon een prullenbakje. Ja, gewoon even een normale deze. Ik zat te denken misschien hier zo. Weet je, ze kopen toch eten en drinken. En anders gaan ze alles op de grond gooien. Daar heb ik helemaal geen zin in. Oké. Okay. Die is omhoog.
Wat we nu gaan doen, zijn die twee dieren verplaatsen naar dit hok. Zodat we straks die dieren aan kunnen klikken en kijken wat ze nodig hebben. Hoppa. Ik heb eigenlijk niet eens gekeken of het hok wel groot genoeg is, maar lijkt me toch wel voor twee dieren. Lijkt me sterk dat ze zoveel ruimte nodig hebben. Kijk eens aan, komt hij aanrennen, de eerste. Waarschijnlijk gaat hij straks de tweede halen. Hoppa. Dan wacht ik even dat de verzorger eruit is. Die gaat straks die sprint trekken naar de volgende, denk ik. Ja. Nou. Ik zet hem weer even op pauze, want dat is gewoon makkelijker met bouwen. Kijk altijd eerst naar het terrein. Wat heeft hij nodig? In ieder geval een schuilplaats. Maar we gaan eerst even kijken hoe dit... Zoals ik al vorige keer al zei, dat lange gras. Ja, ik ben er geen voorstander van. Zo hoog allemaal. Kijk, je ziet het dier bijna niet eens. Dus we gaan het eerst gewoon lekker helemaal kort maken. Zo. Kijk, dat je echt op het minimaal zit, hè. Kijk, nu zit ik echt op het minimaal. En dan kun je straks altijd nog gewoon met een paar klikjes hier en daar wat groter gras doen. Maar niet dat het hele hok helemaal bezet is. Wat hebben ze ook nodig is aarde. Kijk, en nu zit je echt precies op de rand van het lange gras, 20%. Maar eigenlijk is dit het enige wat ze nodig hebben. Dus dit is allemaal prima. Nu hebben ze alleen nog een schuilplaats nodig. Dan kunnen we die zelf creëren natuurlijk. Met bepaalde rotsen of met het land omhoog gooien. Maar ik zat te denken gewoon aan een simpel hokje. Even kijken natuurlijk hoe duur ze zijn. Verblijf. Nelveranen kunnen weg. Pakken we soort. Aardvarken. En dan eigenlijk is dit alles wat ze kunnen hebben. Nou ja, zoals je ziet kost me 120. Zo'n hokje. Deze is wel een beetje heel groot, hè. Ik heb hier ook eentje van 100 zelfs nog. Zullen we deze gewoon pakken? Wat ik meestal doe is hem eigenlijk iets in de grond. Ik vind het zo raar dat het zo'n hoog opstapje is, weet je wel. Dus ik doe hem iets in de grond. Zo. Zet hem neer. Klik heel even op deze. Kijk nou, 100%. Hoppa. Ook zie ik dat ik een uitdaging heb gehaald. Nou, gewoon claimen. Hoppa. Dat zijn allemaal inkomsten die je gewoon extra krijgt. Dus niet moeilijk doen. Wat we hier wel even in kunnen doen, is even een slaapplek. Heb je dat eigenlijk bij... Hier heb ik het ook niet eens gedaan. Dus wat ik ga doen, is eventjes... Nou, we hebben niet zo'n grote nodig, hè. Dus als ik dan middelgroot doe. Eentje hier. Eentje daar. Nou, is in ieder geval een plekje om te slapen. Hier doe ik hem ook eventjes. Dan doe ik het eentje een beetje zo. Oh. Hij maakt er een building van. En die andere... Zo. Nou, wat hij doet is dan het land een beetje omhoog gooien. Dus wat we in wat we sowieso even kunnen doen is dan kijken of die hele building omhoog kunnen gooien. Dat doen we met deze. Ietsje zo omhoog. Dat je dat gras er niet doorheen ziet komen, zeg maar. Helemaal goed. Oh, hij pakt hem automatisch. Nou, dan gaan we gewoon terug. Laat hem zo. Helemaal prima. Misschien dat we hier nog even een... Zo'n kleintje kunnen doen, weet je wel. Om dat te bedekken. Als het lukt, hoor. Ja, zo is helemaal goed, toch? Weet je, niet te moeilijk doen in het begin. Gewoon prima zo. Wat hebben ze nog meer nodig? Stoppen, op. Nou, het terrein is allemaal goed nu. Dus dan gaan we kijken naar de omgeving. Nou, zoals je ziet. Deze hebben eigenlijk ook helemaal niks nodig. Wel is een verrijking nodig. Even te kijken. Nou ja, ruimte zat ook met z'n tweetjes. Dus dan gaan we gewoon even naar de verrijking. En dat is deze. Aardvak staat al aan. En dan doen we een doosje. En misschien een kleine bal. Hier krijgen ze eten uit. Misschien nog een klein dingetje voor het eten. Nou, zo eentje misschien, zo'n grote. Weet je, dan bedekt ook een beetje het land. Zo.
denk eigenlijk dat we hier ook alweer mee klaar zijn. Deze even op play drukken. Nou, kan je zien. Hoppa. Ja, alleen het kwaliteit van het eten, maar dat is echt duur. Vind ik zonde. Had wel nog even neer moeten zetten trouwens. Vergeet ik weer bijna. Zo even een waterding, want hun hebben natuurlijk geen water. Waar ze in zwemmen. En laten we een voederbak doen. Die doen we dan aan deze kant. Zo. Maar hier komt ook natuurlijk eten in. Hè? En hier komt ook nog eten in. Dus helemaal prima. Nou, zijn we alweer twee dieren. Gaat snel dan, hè? In één keer. Even kijken, wat kunnen we nog meer doen? Ik zat te denken, misschien nog wat etensdingetjes. Of misschien een informatiekiosk. Even kijken bij faciliteiten. En dan voor bezoekers. Even allemaal. Misschien is het wel handig trouwens om een pinautomaat even hier in het begin te zetten. Of gewoon hier naast de winkel. Zo. En dan doen we aan deze kant doen we misschien een souvenirshopje. Is dat leuk? Pakken we gewoon allemaal een beetje dezelfde stijl hoor. Zoals die daar ook zijn. Het zijn ballonnetjes zie ik. Informatiekiosk. Doe aan deze kant. Even twee keer draaien. Hoppa. Weet je, dat zijn toch bronnen. Het is even geld uitgeven als je ziet. Maar dat zijn toch bronnen waar je, ja, waar je het geld weer mee terug kan verdienen. Dus die kan je niet achterwege laten. Hoe gaat het met de financiën? Zal ik even kijken. Financiën. Nou ja, ik heb natuurlijk dingen uitgegeven, aankopen. Veel, weet je wel. Nou ja, inkomsten. Zoals ik al zie, gaan we in ieder geval de goede kant. We zijn al aan winst aan het maken. Dat is helemaal mooi. Dus nu kunnen we alvast kijken naar een eventuele derde dier. Ik zal even het boekje erbij pakken. Kijk, het moet niet een lastig dier worden hoor. Als je bijvoorbeeld iets van een schildpad kan je doen. Even kijken hoor, of ik misschien wat leukers heb. Misschien dat we kunnen doen. Misschien een pauw of zo. Even kijken. Ze moeten sowieso met z'n vieren zijn in het begin. 4 mannetjes, 16 vrouwtjes. Dus als we gewoon 2 mannetjes, 2 vrouwtjes doen in het begin. Of 1 mannetje en 3 vrouwtjes, kan ook natuurlijk. Zullen we dat gewoon doen? Doen we dat. 1 mannetje, 3 vrouwtjes. Even kijken, dierentuin. Oh, dierenhandel natuurlijk. Deze. Ik hier alleen even de blauwe pauw aan. Hoppa. En dan zeiden we 1 mannetje. Deze allemaal wel perfect. Hop, 1 mannetje. 2 vrouwtjes. En even kijken. Dat ze niet van hetzelfde dierentuin komen. Zoals je hier ziet. Want dan zijn er misschien broertjes en zusjes. En dat gaat niet goed komen. Ik heb 1 mannetje daar. Dan moet ik eigenlijk 2 vrouwtjes van een ander dierentuin hebben. Zoals deze. 1. Tweede, maakt niet uit als het mannetje maar van een andere komt. En deze, hoppa. Nou, ik maak me in ieder geval niet druk om die blaadjes zoals je hebt gezien, want ik heb er zoveel. En als ik wil kan ik ze zo weer bijverdienen. Dus, maar dat is wel lekker voor deze serie, dat we gewoon kunnen bouwen wat we willen. Moet alleen even aan het geld komen natuurlijk. Maar qua dieren maakt het niet heel veel uit bij mij. Oké, waar gaan we die derde doen? We kunnen zeggen we gaan gewoon natuurlijk weer verder naar voren. Of we kunnen hier gewoon uitbreiden. Dat we misschien nu zo'nzelfde hok hier plaatsen. Dus zoals ik al zei, het ziet er misschien een beetje saai uit nu, maar we gaan het echt wel mooi maken hoor, de volgende keer. Laten we eerst even kijken wat ze nodig hebben. Blauwe pauw. Het hok. Nou kijk, hun moet al iets hoger zijn. Klasse 1 is prima, want ze kunnen anders natuurlijk overheen springen, deze beesten. Dus 1,25. Denk ik hem dan iets hoger maak dat ik hier wel glas in doe. Ik weet niet of ze over 1,25 heen kunnen kijken. Ik denk het wel hoor, maar voor de zekerheid. Pakken we gewoon denk ik weer hetzelfde hok. Omheining. Van deze denk ik. Ja, weet je, dit is een van de goedkoopste. En het ziet er ook wel een van de leukste uit. Dus
prima. Pakken we hem hier. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nou, ik laat hem denk ik gewoon op 2 meter hoog. Wat ik nu ga doen is dan... Ik denk niet... Misschien dat ik deze, de middelste twee... Kijk, en die. Dat ik daar even glas van maak. En dan misschien één richtingsglas. Want dan kan je niet naar buiten kijken. Dan hebben de dieren ook wat rust. Dan doen we hier in het midden. Eén richting. Doen we hier weer deze twee. Eén richting. En deze. Hoppa. Moet ik alleen wel even kijken als ik hier een deur plaats. Of dat dan... Oh, daar kijk. Dan zie je... Ja, helemaal prima. Nou, gaan we weer even een pad eromheen maken. Pak hem gewoon weer hier. Doe hem even ietsjes terug. Ietsjes deze kant op buigen. Zodat ik die bocht beter kan maken. Zo. En zo. Hoppa, en mooi aangesloten weer. Dan gaan we nu even de deur plaatsen. Dan moet ik wel natuurlijk de omheining pakken. We blijven gewoon lekker bij die houten deur. Kijk een beetje zo in het midden. Maar ik denk het wel toch. Helemaal mooi. Dan gaan we naar de dierenhandel. En dan gaan we even de blauwe pauwen zoeken. Kijk, daar heb je zo. Ook hier het mannetje. We plaatsen naar het hokje. Ging bij het bovenste vrouwtje. En dan kijken naar deze. En dan doen we de laatste. Dat is deze. Plaatsen. Hoppa. Nou, ik heb hier een uitdaging. Winst op eten. Helemaal goed. Beloning claimen. Nou, voor me gaat het wel aardig met het geld, hoor. Want ja, nu gaat het toevallig even naar beneden. Maar ik zag net de hele tijd... groen pijltje zoals nu. Kijk, mooi. Heel mooi. Nou, zet ik er weer op pauze zoals altijd. Ga eens naar het terrein kijken. Te veel is te veel lang, gelukkig. Zo. Lang is weer weggewerkt. Nou heb ik veel te veel kort. Zie je dat? Dus dan doen we even gewoon wat aarde. Doe een beetje zo hier en daar. Misschien wat steen hier. Zo. Zand. Is eigenlijk niet nodig hoor, maar... Er werkt een beetje dat gras weg. Maar ze hebben ook weer een schuilplaats nodig. Dus we gaan even kijken bij verblijf. En dan even hier op alles zetten. Doen we die weg. En dan gaan we even naar soort en doen we de blauwe pauw. Hoppa. Nou, zoals je kan zien hebben ze eigenlijk dezelfde nodig. Dus we gaan ook niet moeilijk doen. Ze plaatsen hier in het hoekje. Hebben ze daar genoeg aan? Ik denk het wel. Misschien ook wel leuk als we hem gewoon in het midden plaatsen. Zo. Zou het niet leuk zijn? Ik denk het wel, toch? De plaat blijft nog steeds hoog, helemaal prima. Nou, hier hebben ze ook geen dier of geen planten nodig eigenlijk. En geen bedekking. Verrijking wel. Dus daar gaan we even naar verblijf. Verrijking. Nou, we hebben ook zo'n voeder nodig. Hop. Dat is ook gelijk al voldoende eigenlijk, hè, voor alle. Nou, misschien een leuke sproeien. Zetten we even een beetje hier zo. En dan die nog even neerzetten. Kunnen beter gewoon alles neerzetten, weet je. Dan heb je gewoon overal voldoende aan. Oké. Okay. Wat we nog wel even neer gaan zetten is... Natuurlijk waterbron. Dat zet ik dan hier zo neer. En dan zet ik aan deze kant. Wat voer.
Nou, zo hebben we weer een dier erbij. Gaat lekker snel. Ik hoop dat we wat geld kunnen verdienen, zodat we straks wat kunnen uitbreiden. En natuurlijk wat dingen mooier kunnen maken. Nou, langzaamaan komen de pauwen erbij. Maar we gaan deze video weer afsluiten. De video eindigt natuurlijk weer. En wat ik de volgende keer ga doen is waarschijnlijk een nieuw dier. Wat we nog even moeten doen de volgende keer is wat donatieboxen plaatsen. Misschien dat ik even hier en daar wat bankjes ga plaatsen en wat lantaarnpalen. Prullenbakjes misschien. Dus, maar vond je het een leuke video? Duimpje even omhoog. Vergeet niet te abonneren. Doe het belletje aan, zodat je altijd bij de volgende Planet Coaster aanwezig bent. En dan zie ik jullie gewoon in de volgende video. Groetjes!